We gaan vandaag eens een aantal zaken bekijken wat betreft de drone-industrie, meer bepaald in Vlaanderen. Je had mij gevraagd om daar een aantal dingen van op te lijsten. De drone-industrie in Vlaanderen is relatief nieuw, dus er valt nog wel heel veel over te vertellen. Ik heb hier een klein overzicht gemaakt van wat dat jullie vandaag mogen verwachten van dit webinar. We gaan eerst eens kijken hoe zit het nu met die Vlaamse drone-industrie. Wat zijn daar een beetje de noden? Die er gedetecteerd zijn, die we vanuit onze organisatie EUCA gedetecteerd hebben. Ik zal daarmee ook nog eens kort schetsen wat dat EUCA precies Ah, maar ja, is. Ja, misschien wil je daar iets over zeggen. dan zal ik zelfs opdoen dan tegelijk met die noden. Daarna wil ik de technologie even kaderen. Lijkt me wel zinvol voordat we overgaan op de specifieke toepassingen die er allemaal mogelijk zijn in verschillende sectoren. En dan is het beter dat je even die kapstok hebt van wat is er technologisch allemaal mogelijk met die drones. En eventueel niet mogelijk. En eventueel niet mogelijk, maar er is wel heel veel mogelijk, dus dat valt wel mee. En dan wil ik ook nog even de markt bekijken, zo'n beetje van in welke tendens zit dat, hoe zit dat wereldwijd beperkt. En dan nog wil ik ook iets zeggen over de wetgeving, die is ook zeer nieuw in Vlaanderen, in België. Daar ook weer de beperkingen een beetje aanduiden. Dus dat is zo'n beetje het overzicht van dit webinar, wat dat, jullie thuis ook mogen verwachten hiervan. En ondertussen, als er vragen zijn, kunnen die gesteld worden, zoals Bas al zei. Drones is, en de voorbije jaren zeker, een kwestie van believers en non-believers. Je hebt mensen die zeggen, ja, drones, dat is een hype, dat is allemaal leuk, maar het gaat wel weer voorbij. Dat zijn dan de non-believers. Maar je hebt ook de believers die daar ook een industrie in zien, die daar een economisch model in zien. En die weten, en dat is ook natuurlijk zo, die weten dat er met drones heel wat mogelijk wordt om dingen efficiënter te maken, om dingen kostenbesparend te maken enzovoort. Je Ja. zegt believers voor wat betreft industriële toepassing, maar dit lijkt meer een hobbyist te zijn, of zit ik Juist, ernaast? klopt. Je hebt natuurlijk lang voordat er over drones sprake was, had je al een modelluchtvaart, dat is wat je hier ziet. Uit die hoek komen dan ook heel wat believers natuurlijk. Dat was ook gewoon een leuk sprekend beeld. Non-believers, je weet. Als je kijkt naar 3, 4 jaar geleden, dan zaten drones in een negatief imago. Als je het hebt over drones, dan denken veel mensen, en toen zeker, aan de drones die bombardementen gaan uitvoeren ergens in Afghanistan of zo. Of drones die vanuit militaire toepassingen van alles gaan surveilleren en noem maar op. Maar het is veel meer dan dat, hè. Die drones. Ja. De non-believers, zijn dat zuiver mensen die, laten we zeggen, gekant zijn tegen dat wapentuig? Of zijn er ook mensen die zijn simpelweg bang omdat die drone op hun hoofd zou vallen of Ja, iets ik dergelijks? denk dat de grootste tegenkanting komt van een pacifistische kant, zeg maar. Die zeggen van ja, nee, we willen niet dat zo'n drones onbemand gaan bombardementen uitvoeren. Omdat je dan ook zo'n beetje het verhaal van ver van mijn bed krijgt. Hè. Het is gemakkelijk om zo'n piloot van achter een scherm ergens bombardementen gaan uit te voeren. Maar dat drones zijn zoveel meer dan dat. En dat is jammer genoeg wel het aspect dat vaak in de media belicht wordt. Verbaast me in zoverre dat een bombardement vanuit een schip ook ver weg is. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar in ieder geval, de believers zitten vooral in die economisch-industriële hoek en de toepassingen die daar ronddraaien. Het is ook daar waar dat wij met EUCA, en dan zal ik even toelichten wat wij doen, wat wij EUCA aan werken eigenlijk. EUCA is recent erkend geweest als innovatief bedrijvennetwerk door de Vlaamse overheid. En de bedoeling is dat wij echt die industrie in Vlaanderen gaan helpen, of alle kansen gaan geven om zich te ontplooien. En daar hebben we ook mandaat voor gekregen voor Vlaanderen. Maar specifiek op die commerciële ontplooiing van drone-activiteiten. Dus niks met militaire toepassingen en ook niks met het pure consumentendrone. Maar daarover Misschien later kun je nog meer. iets zeggen over, in een nutshell, wat doet zo'n cluster? Hè? Want IBN staat eigenlijk voor een cluster. Je hebt dus leden Klopt. en je gaat een aantal zaken voor regelen. Ja, klopt. Misschien in een nutshell wat dat zou kunnen Ja, zijn. we hebben vandaag een 250-tal leden. En die zitten wat je noemt zo dat Triple Helix model, waar je ook kennisinstellingen en bedrijven en overheid samenbrengt eigenlijk op een platform. En enerzijds willen we hen samenbrengen, hè, zodat zij van elkaar kunnen leren, ervaring kunnen opdoen, maar ook samen aan co-creatie kunnen doen. Dus nieuwe marktconcepten gaan bedenken, die gaan uitwerken en ook effectief in de markt zetten. Dat is één ding. En om dat te bereiken, doen we dan events of werkgroepen of
ja, een webinar zoals dit, waarmee dat je een aantal zaken onder de aandacht wil brengen. Dus dat is een beetje onze rol. En zorgen dat die platformfunctie... En die leden, zijn dat allemaal droombouwers of zijn dat gebruikers? Hoe moeten we dat zien? Dus het gaat heel breed. Je hebt enerzijds de droneaanbieders. En dat gaat dan over ja, diegenen die de hardware en de software en ook de piloten voor een stuk. Dat zijn de mensen die echt iets aan te bieden hebben wat dat met die drone-technologie te maken heeft. Anderzijds heb je ook de eindgebruikers en daar zitten dan bouwbedrijven in of veiligheidsfirma's die dan die drone-technologie gaan gebruiken in hun businessmodel. Maar daarnaast, zoals ik net ook zei, heb je ook die kennisinstellingen, die overheden enzovoort, die ook heel actief zijn in dat netwerk, omdat je ze allemaal nodig hebt om dingen volledig marktklaar te kunnen maken. Goed. Ik ga even nog, want ik heb het voor een stuk al aangeraakt daarnet. Die Vlaamse drone-industrie is heel nieuw. Hè. De wetgeving is er nog maar pas sinds vorig jaar. En dat maakt dus dat je eigenlijk ziet dat heel veel bedrijven nog maar pas aan het starten zijn. Dat heel veel piloten ook pas vorig jaar hun licentie behaald hebben om te mogen vliegen. En daarmee merk je, zoals ik hier ook zeg, dat er heel wat remmende factoren en ontbrekende bedrijfsschakels zijn in die economie. Of om die economie te laten bloeien. Er is dus een brevet nodig. Ja, je hebt een licentie nodig om te mogen vliegen. Is dat voor alle drones of is dat eerder voor degenen die al iets meer, iets groter zijn of zo? Want ik weet dat je die dingen ook in de speelgoedwinkel kan. Ja, klopt. Ja, je kan bij Dreamland bij wijze van spreken een drone gaan kopen. We komen daar straks ook nog eens op terug met de wetgeving. Maar cru gezegd kan je zeggen dat je drones hebt voor recreatief gebruik. Je hebt dan klasse 2 dronegebruik en klasse 1 dronegebruik dat dan ook nog eens onderverdeeld is in 1A of 1B, afhankelijk van het risico dat de vlucht met zich meebrengt. Maar daar zullen we straks nog even op ingaan. Dus veel van die bedrijven die vandaag opstarten, bevinden zich voor een groot stuk op onbekend terrein. En dat is ook onze rol weer als cluster om hen daarin te faciliteren. Je hebt een aantal bedrijven die daar absoluut hun plan in trekken, maar je hebt daar heel veel bedrijven ook die zoiets hebben van oké, ja, ik wil in contact komen met partij X, Y en Z, en daar spelen wij onze rol aan. En worden jullie dan ook eventueel raadgever voor de politiek, want die moet het wetgevend kader uiteindelijk ook op punt stellen, en worden misschien ook niet gehinderd door al te veel kennis van zaken? Nu, ja, er is wel wat kennis van zaken, gelukkig, ja, want anders zou het maar erg zijn. Maar wat je ziet, het is een Belgische, een federale wetgeving. En ja, wij zijn een Vlaamse cluster, dus dat bemoeilijkt het voor een stuk wel. Maar het is wel zo dat wij ons oor te luisteren leggen bij onze leden. We hebben ook binnen die kennisinstelling en dergelijke mee op de juiste personen in ons netwerk, in onze stuurgroep zitten, die wel heel veel kennis van zaken hebben en via wie we ook beleidsaanbevelingen doen, absoluut, naar de overheid. En het feit dat we vinger aan de pols hebben bij die economie maakt dat we ook alle belemmerende wetgeving, die bijvoorbeeld het in de weg staat dat bepaalde economische activiteiten kunnen ontplooit worden, ik zal daar straks ook nog een paar voorbeelden van geven als we aan die sectoren zitten, dat we ook daar advies kunnen geven van kijk, dit zou wel goed zijn om bepaalde activiteiten op poten te kunnen zetten. Okay. Voilà, we hebben een aantal noden gedetecteerd in die Vlaamse markt specifiek. Dat gaat over deze 5 zaken, namelijk enerzijds wat je net zegt, hè, die wetgeving, alles wat dat draait rond veiligheid, privacy, licenties, alles in dat kader. Dat is heel belangrijk dat dat goed zit om een industrie tot bloei te brengen. De begeleiding van al die drone-aanbieders en eindgebruikers, wat ik ook net aanhaalde, dat is ook belangrijk. Hè. Startersbegeleiding puur. Hè. Hoe start ik een bedrijf op, bij wijze van spreken, nadat ik mijn licentie gehaald heb? Je hebt dan ook die co-creatie van idee tot markt, waarbij dat jij als ingenieur of als dronepiloot een heel goed idee kan hebben, maar ja, daar ook eigenlijk de contacten of de kennis mist om dat tot een marktklaar idee te brengen. Ook dat is iets waar we moeten op inspelen. Je hebt dan die matchmaking puur, hè? Mensen bij elkaar brengen. Mm. Netwerking is heel belangrijk. En dan de internationale samenwerking is iets ook wat we merken. Hè? De Europese wetgeving komt er op termijn wel aan, hè? Maar die is er vandaag nog niet. Je merkt ook dat heel veel bedrijven, het is een beetje een wetmatige, dat als je als KMO wil slagen in Vlaanderen, dat je eigenlijk per se je neus naar het buitenland best richt. Zal ook gelden, of geldt ook voor die droombedrijven. En dat willen wij ook stimuleren door met hen te gaan kijken, oké, waar kunnen we in het buitenland contacten leggen. We hebben daar ook, daar zal ik zelfs nog iets over zeggen, een Europese dronewedstrijd ervoor opgestart om ook al die ideeën uit heel Europa bij elkaar te brengen. Je kan dat ook op onze website zien, dronecommunity.eu. En dat dient ook als inspiratie van onze Vlaamse bedrijven om te kijken, oké, wat wordt er al gedaan in heel Europa en hoe kunnen we
ons karretje daaraan hangen? Of hoe kunnen we innovatiever zijn dan die bedrijven? Alleen maar op. Dus dat is zo'n beetje de situatie van die noden in Vlaanderen. Goed, dan wil ik nu even die technologiekapstok meegeven, omdat die toch wel belangrijk is om dan daarna die sectoren daaraan te kunnen koppelen. En eens zien of dat filmpje er goed doorkomt. Voilà, ik hoop dat dat goed doorkomt bij de mensen thuis. Drones zijn eigenlijk robots, hè? Dat is een evidentie. Zometeen komen deze slides ook nog wel even aan bod, maar heel veel technologie wordt er gehangen aan die drones. Dat is zoveel meer dan alleen het vliegen aan zich. Je hebt wel heel veel verschillende gebruikers van drones en heel veel soorten drones van grootte, maar ook qua kostprijs. Daar zal ik zo meteen ook nog even dieper op ingaan. En je ziet, een drone is iets, kan iets heel klein zijn, iets heel praktisch zijn. Wat betreft de technologie, zie je bijvoorbeeld dat in drone racing heel veel zaken uitgetest worden, omdat racing is typisch, in de automobielindustrie heb je dat ook, is typisch iets waar je heel veel technologie tot het uiterste van zijn kunnen duwt. En dan zie je ook dat dat zijn effect heeft in de industrie. Wat me namelijk fascineert, als je dus een race tussen drones houdt, heb je dan bepaalde categorieën of zo? Van ze mogen niet meer kosten dan zoveel, of het moet een, laten we zeggen, een speelgoeddrone zijn, of het moet juist een professionele zijn? Bij de meeste drones. Die gasten blijft er gewoon op staan. Ja, inderdaad. Nu, dat is, daar begint de lijn van wat is nu een drone al een beetje te vervagen, want het moet natuurlijk een niet bestuurd object, niet door een persoon bestuurd object zijn, maar unmanned moet het zijn om een drone. Als drone gekwalificeerd te worden. Maar dat voorbeeld zat er bijvoorbeeld tussen om aan te duiden van kijk, je kan wel zaken, die man weegt misschien wel 80 kilo, zaken van 80 kilo opheffen of de lucht insturen door middel van een drone. En dat maakt eigenlijk, zoals dit hier bijvoorbeeld, dat is heel futuristisch al, dat je zegt van oké, we gaan iemand in een capsule versturen naar een andere plaats, al volledig geautomatiseerd. Wat wetmatig nog niet kan, hè, voor alle duidelijkheid. Dat roept bij mij, goed te weten. Het roept bij mij, want het fascineert me aan de ene kant, omdat je er natuurlijk de files mee zou kunnen omzeilen. Mm-hmm. Maar waar houdt het dan op een drone te zijn en wanneer begint het dan een helikopter of een vliegtuig te zijn? Ja. Want ik kan me voorstellen, je hebt gesproken over niet bestuurd of unmanned, mm-hmm. maar het kan natuurlijk iemand zijn die erin zit, maar niet zelf stuurt. Ja, klopt. Maar wanneer is het nu, houdt het op een drone te zijn? Waar is daar een definitie van? Het is eigenlijk vrij duidelijk wat een drone is. Als we het hebben over de vliegende drones, alleszins toch. Het gaat over dingen die van op een afstand bestuurd worden. Ja. Dus waar dat geen piloot echt in het toestel aan het roer zit. Dus als jij een soort vliegende taxi zou hebben, zoals recent ook in het nieuws is geweest, dat in het Midden-Oosten, daar ook in Dubai of zo, mee geëxperimenteerd werd, dan mag je wel spreken over een drone, omdat die dingen geautomatiseerd of door een piloot van op afstand bestuurd worden. Nu, voor alle duidelijkheid, die zaken van die vliegende taxis en dergelijke meer, dat is voor een groot stuk nog wel science fiction, hè, want er komen heel veel zaken bekijken qua veiligheid. Hoe zit het met die veiligheid van die rotoren en dergelijke meer als je ergens landt? Het lijkt me toekomst wel elementen te zijn die belangrijk zijn. Mm-hmm. Als jij, of je nou iemand in dat ding hebt zitten of het is gewoon een grote droom waar mm-hmm. niemand in zit, die propellers die draaien wel. Ja, klopt. Dat is toch wel een thema om op te letten. Ja, maar dat is maar daarom, stel dat je theoretisch gesproken een Airbus zou nemen en je zou hem op afstand bedienen. Mm. Dan is het eigenlijk volgens die definitie een drone geworden. Cru gezegd zou je dat kunnen zeggen, ja, klopt. Nu, de wetgeving in Europa maakt ook wel een onderscheid tussen drones van minder dan 150 kilogram. En dan Airbus die daar iets boven zitten. Voilà, en een Airbus zal normaal gezien in het beste geval iets meer dan 150 kilo wegen. En alles wat daar boven die 150 kilo zit, zit wel in de luchtvaartwetgeving van Europa. Ja. En alles wat daar onder die 150 kilo zit, zit in de nationale wetgeving momenteel. Zoals in België nu. Een wetgeving vorig jaar erdoor gekomen is. Oké. Nu, dat zijn een aantal van die slides die je net ook zien passeren hebt in het filmpje. Je merkt dan dat er een heel grote variatie is in het soort van drones. Het gaat dan enerzijds over de militaire, heel grote fixed-wing drones. Dat zijn die drones die het meest op een vliegtuig lijken eigenlijk. Die ook vaak heel duur zijn, zoals je zelfs ook zal zien. En dat gaat dan tot door de overheid en commercieel gebruikte drones,
die voor inspecties en noem maar op gebruikt worden, tot de speelgoedroontjes die je bij wijze van spreken bij Dreamland kan kopen, hè? De kleine drones. Roepen, maar ik heb één vraag even voor de techniek hier. Is het geluid oké nu, Evelien? Je mag wat harder duidelijk spreken. Oké, ik zal proberen. Maar wat mij opvalt is dat je drones hebt met laten we zeggen, zo, die eruit zien als een vliegtuig, en je hebt er die eruit zien als een helikopter. Ja, klopt. En wat is de zin en de onzin daarvan? Ja. Waarom heb je het een en waarom heb je het ander? Ja, waarom sommige, heb je beide? Ja, wel, voor sommige drones, als je dan puur kijkt naar die militaire drones, is het voor hen wel interessant dat ze zeer snel kunnen vliegen en dat ze over lange en grote afstanden kunnen vliegen. Dat zijn dan ook vaak geen drones die dan met batterijen worden aangedreven. Dus het gaat vooral in de applicatie van die drone. Als die drone over lange afstanden moet kunnen vliegen, dan heb je wel baat bij een fixed-wing drone. Als je over lange afstanden moet beelden of inspecties doen. De drones die je met propellers, die je klassiek kent, dat is de meest bekende vorm bij het brede publiek, denk ik dan toch. Ja, dat is vaak als je lokaal gaat dingen doen. Nu sowieso, de wetgeving in België staat naartoe dat je vliegt, of dat je mag vliegen, zolang dat je die drone nog kan zien. Dus... Maar hebben die propellers dan ook niet het voordeel dat je dan, laten we zeggen, kunt landen zonder landingsbaan? Juist, klopt. Nu, zoals je in het technologiefilmpje gezien hebt, zijn er ook al fixed-wing drones die bijna herriergewijs verticaal kunnen opstijgen en dan hun vlucht kunnen aanvatten. Maar het is inderdaad zo dat die propellerdrones heel flexibel zijn in waar kan je landen, waar kan je vertrekken enzovoort. Dus dat is wel absoluut zo. Zeg, en die beperking waarover je sprak, dat je dus alleen maar een drone mag gebruiken zolang je hem kunt zien. Ik neem aan dat je niet geldt in de defensie bij drones. Ja, en dat geldt ook niet voor alles wat dat met overheidstoepassingen van drones te maken heeft. Dus je hebt een definitie die zegt van oké, wat is een drone enerzijds als die commercieel en recreatief gebruikt wordt. Anderzijds heb je ook de zogenaamde state aircrafts. Waar dat dus bijvoorbeeld als de politie zegt wij gaan bepaalde dingen doen met een drone, surveillance enzovoort, dan geldt de wetgeving niet voor hen. Okay. Omdat zij een beetje de flexibiliteit moeten hebben om bepaalde dingen te kunnen doen die niet verwacht worden dat een commerciële activiteit per se moet kunnen doen. Ja, oké. Okay. Dus op deze slide zie je dan heel sumier samengevat dat die militaire drone die de Amerikanen gebruiken om ergens operaties gaan uit te voeren, dat zeer dure drones zijn. Terwijl dat je evengoed voor een paar honderden euro's ook in een speelgoedwinkel een drone kan gaan kopen. Als je kijkt naar de drones voor industrieel gebruik, dat kan ook heel sterk variëren. Je hebt bijvoorbeeld de fotografen, en dan zie je hier die drone van $1,300 staan. Fotografen die dat puur daarvoor gebruiken, maar die dan toch een deftig toestel willen, die zullen gauw rond de €1,000 zitten. Ja. Maar evengoed, diegenen die in de bouwsector bepaalde drones gebruiken, dan spreek je soms van drones van 20, 25, 30.000 euro. Natuurlijk met alle aanpassingen van dien en alle camera's van dien die eraan moeten gekoppeld worden, maar toch. Wat doet zo'n drone dan? Want fotograferen kan ik vanaf €1,300 begrijpen. Ja. Wat zou die drone in de bouw extra doen? Ja, dat gaan we zo meteen ook nog zien. Maar om je een idee te geven, daar kunnen bepaalde thermische camera's op geplaatst worden, die dan andere beelden genereren dan puur een fototoestel, bij wijze van spreken. Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Is dit volgens jou een vogel, Bas? Wel, de eerste keer dat ik het zag, dacht ik het ja. Ja, maar dat is dus geen vogel, hè? Zoals je wel kon verwachten natuurlijk. Dit is dus ook een drone. Hè? Heel specifiek een drone die in de landbouw gebruikt wordt, om andere vogels eigenlijk weg te houden van de gewassen. Dit heeft alle schijn van een roofvogel te zijn, en voor de natuur is dat blijkbaar voldoende om hen in die waan te laten. Dus dat is om u maar te zeggen, de drones of alle applicaties die bij drones mogelijk zijn, gaan zoveel verder dan wat dat er in het brede publiek bekend is. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Dat riep mij gelijk de vraag op. Ik ben boer en ik wil die vogels van mijn land. Ik heb dan die drone, maar natuurlijk heb ik geen zin om de hele dag met dat ding daar rond te dwarrelen om die vogels weg te houden. Dan kan ik er net zo goed op gaan staan op het veld en dan op die manier wegjagen. Is het dan ook mogelijk dat ik een klein programmaatje aan die vogel meegeef en dat hij daar de rest van de dag rondjes mee vliegt? Wel, om op jouw vraag te antwoorden, technologisch gezien kan er heel veel en kan dat zeker wat hij zegt. Je hebt natuurlijk altijd een aantal beperkingen. Enerzijds de batterijduur, als de
dat die vogel wordt aangedreven door iets. Als die batterij plat is, moet die vogel natuurlijk landen. Gaat die vanzelf landen. Voilà. Maar technisch gezien kan je zo'n drone instellen dat die alles geautomatiseerd doet. Dat is voor een groot stuk al mogelijk vandaag. Maar, ook weer daar, de wetgeving laat niet toe dat je zo'n dingen geautomatiseerd laat vliegen vandaag. Dus daar moet je zeker bij heel veel van deze voorbeelden in je achterhoofd houden dat er sommige dingen vandaag perfect al kunnen. Ik zal dat zo meteen ook wel zeggen welke dingen dan wel en welke niet kunnen. Maar bijvoorbeeld zo'n geautomatiseerde oplossing is jammer genoeg nog niet mogelijk. Maar we mogen er wel gif op innemen dat binnen dit en een aantal jaar wel zal kunnen. Dus het is wel goed om daar al een idee van te hebben en eventueel daar al een voorsprong in te nemen om te anticiperen. Voilà. Goed, hier heb je ook nog een aantal voorbeelden. Het filmpje dat nu linksonder speelt is een eenrotorige drone. Je zou dat bijvoorbeeld kunnen gebruiken, ik zeg maar in de horeca, hè, waar je zegt van oké, klant X of Y aan tafel 26 heeft een cola besteld, je plaatst die in die drone, vliegt tot daar, de persoon kan dat eruit nemen. Dus een soort drone-kelner, zeg maar. Okay. Je ziet hier ook die kleine drone, hè, dat is, lijkt net een insect. Kan je ook inbeelden dat bepaalde toepassingen kan hebben in surveillance of spionage of noem maar op? Wel, er is dus een techniek voor het observeren, en dat hoeft dan niet over spionage te gaan, maar een techniek bij het observeren van potentiële klanten. Mm-hmm. Die heet fly on the wall. Mm-hmm. Dus in dit geval zou het dan mosquito on the wall zijn, maar je zit er wel zeer dichtbij. Ja, klopt. En dan kun je natuurlijk inderdaad mensen zien zonder dat ze in de gaten hebben of zich geobserveerd voelt. Yes. Maar en heel vreemd. Het idee dat je hier eigenlijk meekrijgt is van, ja, jouw vraag die je net ook stelde, wanneer is het nog een drone en wanneer is het geen drone meer? Het gaat heel ver zoals je ziet. Hè. Ik heb hier ook eens een vraag van Cathy. Ik denk dat dat betrekking had op de vogel in de landbouw. Of je dat kon vergelijken met een robot grasmaaier. Gaan een drone te koel? Ja, je kan eigenlijk zo'n robot grasmaaier is in C ook een drone, maar hij vliegt alleen niet. Ja. Dus je kan het daarmee vergelijken. Nu, het feit dat je aan het vliegen bent, maakt natuurlijk dat het andere risico's inhoudt dan een grasmaaier die goed gegrond is. Ja, want daar zijn denk ik niet al te veel regels voor. Bij mijn weten, ik ben er ook niet in verdiept in die robotgrasmaaiers, maar ik denk dat er zelfs zeer weinig regels aan zijn. Ja. Daar baken je gewoon een bepaald gebied af en die robot blijft er mooi tussen. Nu, dat kan in C voor vliegende drones ook, maar je hebt natuurlijk altijd veel meer veiligheidsissues waar je mee in je achterhoofd moet zitten. Ja. Maar je kan het ermee vergelijken. De technologie die in de ene gebruikt wordt, is in de andere wel ook van toepassing. Dus ja, maar dan zie je eigenlijk dat er heel wat mogelijk is. Het hoeft niet gezegd dat het eigenlijk een heel sterk groeiende markt is. Als je kijkt, vandaag, we gaan er later ook nog eens op terugkomen, de militaire markt is nog altijd het gros. Hè. Zeker vanuit de Verenigde Staten is dat een zeer grote markt. Het gaat natuurlijk ook om dat als daar één drone wordt aangekocht, dat er onmiddellijk 100 miljoen omzet gedraaid is. Dus ja, bon, dan heb je natuurlijk een groot marktsegment. Maar die industriële toepassingen in de verschillende sectoren zijn vandaag zeer sterk aan het groeien. En men verwacht ook dat tegen 2020, zelfs al zo vroeg als 2020, dat een zeer belangrijke industriële tak gaat worden. Verspreid over verschillende sectoren uiteraard, maar dat die toepassingen steeds belangrijker gaan worden in verband met drones. Nu, je denkt aan die drone en dan zie je het toestel dat vliegt, maar aan dat toestel hangen heel veel verschillende technologische componenten. De camera hebben we het al over gehad, maar ook sensoren. Hè. Je kan, IMEC hier in Leuven bijvoorbeeld ontwikkelt gigantisch veel sensoren, die kan je bij wijze van spreken allemaal aan een drone hangen en daar dan toepassingen in. Is het kenmerkend voor een drone, want hij hoeft niet per se een camera te hebben, of wel? Nee, hij hoeft zeker geen camera te hebben. Nu, het is natuurlijk altijd wel mooi meegenomen dat je er een camera aan hangt, al was het maar omwille van de visuele inspectie die je soms kan doen op bepaalde zaken als je in de lucht bent, omwille van de beelden die je kan nemen, maar anderzijds zijn heel veel applicaties er ook op gericht dat je net dat visuele materiaal vanuit een hoek kan halen waar je het anders niet verwacht. Mm-hmm. Maar ja, je hebt ook drones om gewoon te transporteren, dan moet je misschien niet per se. Nee, klopt. Ja. Zeker als die geautomatiseerd zou gaan vliegen. Nu, aangezien dat je vandaag nog een piloot nodig hebt, is het wel handig dat die op een schermpje kan meevolgen waar dat die naartoe aan het vliegen is. Maar inderdaad, het hoeft niet per se. Die verschillende sensoren,
kan je daar ook aanhangen. Je ziet hier ook staan radar, maar ook wifi. Allee, ik wil maar gewoon zeggen, alle applicaties die je aan een drone kan hangen, zijn op zich ook industriële ontwikkelingen die, wat, als je ze los van de drone zou bekijken, zou zeggen, heeft niks met drones te maken, is ook aan het groeien. Maar je kan ze wel koppelen met een drone, waardoor je weer een versnelling krijgt in die markt. Ik heb hier nog een vraag van Daniel. Of er voldoende opleidingen in Vlaanderen zijn om dronepiloot te worden? En of je er specifiek in zou kunnen aanbevelen? Wel, er zijn heel wat droneopleidingen in Vlaanderen. Ik denk dat er een zestal zijn. Mag me nu niet doodschieten op dat aantal. Ja, ik wil er niet specifiek eentje aanbieden, want, ja, of aanbevelen, want ze zijn allemaal kwalitatief natuurlijk, anders zouden ze ook niet erkend zijn als opleidingsinstituten. Er zijn er in elke provincie wel een aantal die dat doen. Jij zou best gewoon een paar namen kunnen doorgeven per mail. Ja, ik kan ze wel eens oplijsten. Ik denk dat ze ook op onze website, euka.org, opgeleid staan. Ik kan ze niet zo allemaal van buiten opnoemen. Maar we kunnen dan zeker een link mee nasturen met de presentatie, dat is geen enkel probleem. Het is zo dat heel wat personen erkend worden als examinator of als instructeur vanuit het directoraal-generaal van de luchtvaart. En dat zijn diegenen die dat dan die erkenningen bezorgen. En die mensen zijn dan geaffilieerd met bepaalde scholen. En als je intekent bij een van die scholen, dan krijg je sowieso altijd een opleiding die erkend wordt ook. Want anders krijg je geen diploma, zo gaat het met alles natuurlijk. Ja. Ja, die IoT-drone, IoT staat voor Internet of Things. Ik weet niet of je een beetje, je bent wellicht bekend met Internet of Things. Het feit dat bepaalde toestellen aan het internet hangen zonder dat daar nog een persoon aan te pas komt. Dat is een beetje die toekomst ook van die drones. Dat je drones een beetje als een dienstverlening gaat gebruiken. Ja. Zoals je vandaag ook software kan gaan downloaden ergens van het internet om X of Y te doen. Zeg maar een office toepassing, zeg maar. Zou je in principe ook drones on demand kunnen hebben. Ja. Dat je zegt van, oh, ik heb een drone nodig die nu even beelden uit de lucht gaat schieten omdat ik iets wil zien, dat je dat dan ook zou kunnen doen, zonder dat daar per se een piloot aan te pas komt. Ik heb nog één vraag van Dieter, die vraagt zich af hoeveel een dergelijke opleiding voor dronepiloot eigenlijk kost. Ik weet dat de grootorde van opleidingen rond de 2.000-3.000 euro schommelt. Nu, dat verschilt ook heel sterk van opleiding tot opleiding, dus ik pin me daar ook weer niet op vast. Maar je moet toch een aantal duizenden euro stellen als je wilt een degelijke opleiding volgen. En hoe lang duurt de opleiding? Varieert ook weer. Maar ik denk dat het beste is dat je daar even gaat kijken op de verschillende websites van die opleidingen. Omdat zij dan echt gedetailleerd uitleggen hoe dat zij hun opleiding aanpakken. Ja, waarom zijn drones de toekomst? Ze zijn niet statisch, ze zijn gemakkelijk in gebruik te nemen. Dus, dat is zo. Als je het bijvoorbeeld gaat vergelijken met een security camera, daar komen we zo meteen ook nog even op terug. Ja, die is op een fixed position en die filmt dan een bepaald gebied. Met een drone ben je daar niet toe beperkt, kan je eigenlijk zeggen, ik wil nu dat gebied gaan bewaken. Dan stuur je die drone dan naartoe, die gaat daar kijken, oké, wat is hier aan de hand? En stuurt die beelden door. Dus ik wil maar zeggen, naar de toekomst toe, zeker met heel het Internet of Things in het achterhoofd, gaan drones nog echt wel een grote rol spelen. We hebben hier ook een kort filmpje waarin een aantal zaken daartoe worden toegelicht. Dus zoals wat ik net zei, die drones as a service, dat je zegt van, ik heb een drone nodig om X of Y een pakje ergens te bezorgen of voor mij een bepaalde taak uit te voeren. Hè, die hoef je dan niet per se gekocht te hebben, die staat... Je hebt misschien wel een abonnement ergens, of dat is een bepaalde dienst. Zoals je nu bij wijze van spreken naar Just Eat of zo surft, en dat je zegt, ik wil nu een pizza, wel, ik wil nu een drone. Dat is absoluut de toekomst. Nu, ik wil nu een pizza en die word je met een drone gebracht. Ja, bijvoorbeeld, dat is ook weer zo'n voorbeeld dat heel veel in de media geweest is. Maar voor alle duidelijkheid, dat zijn zaken die vandaag nog in hun kinderschoenen staan. Hè. In bepaalde landen, zoals de Verenigde Staten, waar ze ook heel veel grote rurale ruimtes hebben om dat te doen, worden zo'n dingen wel heel intensief getest. In Vlaanderen, beperkte oppervlakte, heel dicht bebouwd, is dat moeilijker. Maar met dat noemen van die grote ruimte denk ik ineens aan Australië. Want daar, ik weet dat sommige mensen daar gewoon een vliegtuig hebben om bij de buren te komen. Flying doctors. Zou het daar ook niet interessant kunnen zijn? Of is dat ook al een land dat in opkomst is met ons? Voor Australië specifiek weet ik het niet, maar inderdaad, het voorbeeld dat je aanhaalt, dat is
ideale plaats om zo'n dingen te testen. Hè. Ja. Als je bijvoorbeeld zegt van je wilt via een drone medical supplies laten leveren naar een ver afgelegen gebied, kan je gewoon recht op recht vliegen. Ja. De vraag is dan ook nog van, ja, hoe ver moet je gaan? Ga je dat met batterij doen of met een andere brandstof? Allee, dat is dan ook weer te bekijken, maar drones zijn er absoluut een goede oplossing om die afstand te overbruggen. Er is net ook in het nieuws geweest dat er nu een proefproject gaat lopen om medicijnen via drones te droppen op de Waddeneilanden. Ik denk dat de Waddeneilanden zijn. Alright. Dus als ze nu aan het onderzoeken zijn, als er nu iemand ziek is op die Waddeneilanden, dan moeten ze eerst gaan zien van, is het dringend, is het niet dringend? Dan moet er eventueel die persoon met een helikopter naar het mainland, vasteland gebracht worden, naar het ziekenhuis, want dan merk je van, ja, het was eigenlijk niet nodig. Mm-hmm. Dus via een drone kan je veel sneller medicijnen dan bij die personen krijgen. Of misschien in oorlogsgebieden waar het moeilijk te bereiken is, of wat dan ook, zou je het ook heel veel kunnen doen. In Afrika bijvoorbeeld, laten we nog oorlog even achterwege laten, mm-hmm. Maar in Afrika, waar dat soms de wegen zeer moeilijk bereikbaar zijn of wat dan ook, kun je ook gewoon supplies, voedsel, medicijnen, veel sneller en veel efficiënter ter plaatse krijgen bij de hulpverleners daar. Ik zie hier nog een opmerking van Cathy. Last mile leveringen in de stad, fileprobleem graag opgelost. Ik neem maar dat dat een reactie is op het feit dat het nu nog niet mag. Maar mm-hmm. Het zou natuurlijk al heel interessant zijn als je dat zou kunnen. Ja, zeker. Nogmaals, er zijn heel veel toepassingen met drones die een aantal problemen zouden kunnen oplossen. Ja. Alleen, voor een stuk moet je technologisch altijd kijken, wat is er mogelijk? Hè? Ja. Want je kan natuurlijk alles gaan tillen, als je maar een motor eraan steekt die zwaar genoeg is. Mm-hmm. Maar is de vraag van, ja, ga je in een stad een zware motor aan een toestel hangen dat ik weet niet hoeveel lawaai maakt en misschien vervuilend is, terwijl hij ook een goedkopere en milieuvriendelijker alternatief met elektriciteit van een batterij kan hebben. En dan is de vraag hoeveel kunnen die dingen tillen. Ik weet dat drones op batterij vandaag wel gemakkelijk 15 tot 20 kilo wel kunnen tillen. Ja. Maar dat zijn al wat de uitzonderingen. Hè. Veel drones gaan een veel lagere draagcapaciteit hebben. Dus je hebt enerzijds wat technische beperkingen, maar als ik het goed inschat, dan is het wellicht het wettelijk kader dat nog de grootste begrenzing is. Ja, als ik me niet vergis, kan je vandaag nog niet meer dan 2 kilo als payload, zal ik maar zeggen, meedragen. Dus ja, dat is nog beperkt. Hè. Dat is wel goed voor kleine medical supplies of wat dan ook, maar als je zegt, ik wil een kruik water van 10 liter gaan verplaatsen, ja, dan is dat wettelijk al wat moeilijker. Ja, je komt dat gelukkig uit de kraan, dus dat valt alleen mee. Ja, absoluut. Maar in andere landen zou dat een probleem kunnen zijn. Goed, maar dat is een beetje de lange inleiding. Ik denk dat we nu tot het interessante stuk komen, waarbij dat we naar de toepassingen gaan kijken per sector. Ik heb dat in 3 dingen onderverdeeld. Namelijk, ik heb dan de militaire en de consumenten toepassingen. Die ik gezien de tijd misschien nu even ga overslaan, omdat die voor het seminarium van vandaag iets minder interessant zijn. En dat we dan onmiddellijk naar de industriële toepassingen gaan kijken. Nu sowieso, dat zijn ook 2 filmpjes die hierachter steken voor de mensen thuis. Dan gaan we dit ook nasturen, zodat je dat kan bekijken. Goed, we beginnen met de sector die eigenlijk het meest vanzelfsprekend is voor de drones. Zo ervaren wij dat vandaag toch in Vlaanderen. Dat is de bouw. In de bouw gebeuren vandaag al de meeste toepassingen die wettelijk ook perfect kunnen en die ook heel wat efficiëntie met zich meebrengen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan inspecties van allerhande, van bruggen, van wegen, van werken, van zoals je hier ook ziet, zonnepanelen, windmolens, noem maar op. Je kan bijna alles gaan inspecteren aan de hand van een drone. Wat dat bijvoorbeeld heel mooi is, is dat je ook ziet dat bijvoorbeeld chemische installaties, zo van die tanks, kunnen geïnspecteerd worden, waarmee je met een drone in zo'n tank kan gaan en dan alles gaat kunnen nakijken. Dat wordt dan volledig in beeld gebracht, zodat je eigenlijk achteraf een perfect overzicht krijgt waarop je visuele controles kan gaan uitvoeren. Het is heel gevaarlijk als je iemand moet in een tank laten kruipen, dat is bekend. Dat schakelt dan voor een stuk uit, dus de veiligheid voor mensen gaat er zeker op vooruit, omdat zo'n drone in C gebeurt daar iets mee, dan is er op zijn minst niemand gewond of dood. Dus dat is een belangrijk voordeel. Het kan ook veel goedkoper.
denk dat er nu ook een aantal proefprojecten lopen waarbij dat er ook nucleaire installaties kunnen gekeurd worden met een drone, of kunnen geïnspecteerd worden met een drone. Ja, de mensen die dat vandaag doen, die krijgen misschien wel wat straling te slikken bij zo'n inspectie. Dat zal allemaal wel volgens wettelijke normen zijn en zo. Maar zo'n drone dat maakt ook niet voor zo'n drone. Ten tijde van Tsjernobyl waren ze er blij mee geweest. Ja, absoluut. Maar Tsjernobyl was natuurlijk ook. Zaten nog wel andere problemen natuurlijk. Ja, je ziet ook dat er 3D-modellen kunnen gemaakt worden in de bouw. De werf van de toekomst ga je eigenlijk zien dat een drone daar een heel belangrijke rol gaat spelen. Al was het maar de beveiliging van zo'n werf, dat je zo'n drone, daar komen we zelfs nog op terug, dat je zo'n drone kan bepaalde routine security taken laten uitvoeren van wie loopt er hier rond op die werf, zijn er hier mensen die niet mogen rondlopen. Maar ook eventueel in de toekomst logistiek, van kleine zaken die van punt X naar Y moeten verplaatst worden, zonder dat er een stelling moet gebouwd worden of zonder dat er een kraan iets van hop naar her moet verslepen. Dus er is nog heel wat mogelijk in die toekomst. Ook daar hebben we natuurlijk weer een filmpje van. Want dat is wat ik net al ook licht aangehaald heb. Je hebt die visuele, maar ook die thermische inspecties. Een beetje afhankelijk ook van de camera die onder je drone hangt. Kan je op alle mogelijke plaatsen, gebouwen, infrastructuur, hoge spanningskabels, alleen noem maar op. Je kan het allemaal gaan inspecteren met een drone. En heel eenvoudig eigenlijk. Je moet uiteraard zorgen dat je de toestemming hebt om te vliegen. Maar zodra dat je dat hebt, kan je, zoals je hier ziet op dit thermisch beeld, gaan kijken waar zitten hier de warmteverliezen, waar zitten de koude bruggen. En daar kan je dan ook mee aan de slag met al die data die je dan verzamelt. Hier zie je dan bijvoorbeeld dat er een construction site, volledig in 3D wordt weergegeven. En het leuke eraan is dat je dan ook, dat zie je dan hier, ineens ook volumecalculaties kan doen. Dus als er ergens een berg zand ligt, kan je perfect gaan zeggen van hoeveel ligt er hier nu en hoeveel vrachtwagens moet ik bij wijze van spreken laten aanrukken om die berg zand gaan te verplaatsen. Okay. Belangrijk daarbij ook is die cloud data, dat je eigenlijk alle data die je gaat verzamelen via die drone in een bepaald systeem kan gieten en dan kan je achteraf gaan metingen uitvoeren op die plannen, op die beelden. Je kan gaan detecteren waar zitten hier de sites die moeten opgeruimd worden bijvoorbeeld. En dat doorgeven, dat is wat ze hier dan doen, clean-up area. Dus de mogelijkheden zijn eigenlijk een beetje onbegrensd. In die zin dat je kan heel veel data verzamelen. En wat je dan met die data daarna doet, dat is eigenlijk de meerwaarde van die drone. Ja. Als je als landmeter bijvoorbeeld bepaalde metingen gaat uitvoeren, dan ga je op gezette plaatsen eigenlijk gaan meten. Een drone kan een gigantische puntenwolk creëren. Als je dat dan combineert met die data van die landmeter, krijg je heel precieze en heel goede weergave van sites, van werven, van gebouwen, noem maar op. Okay. Hier zie je bijvoorbeeld een 3D weergave van het klaverblad, of het voormalige klaverblad in Lummen. Dat volledig in 3D weergegeven was, zodat je eigenlijk overal een werfinspectie kan gaan doen. Dus het is niet zuiver het gebruik van die drone die, laten we zeggen, makkelijk is en in sommige gevallen goedkoper dan het op een andere manier te doen. Het is ook de laten we zeggen, enorme hoeveelheid data die je later commercieel van belang zal maken. Ja, absoluut. Ik denk dat de toekomst van de drone-industrie voor een stuk ook zit in de verwerking van die data, op de applicaties die gemaakt worden rond die data. Dus daar zit ook een werkgelegenheid straks. Werkgelegenheid enerzijds en ook vooral ondernemersopportuniteiten, denk ik. Het laatste wat je ook zag was die bal rond die drone. Je had dan zo'n skelet rond die drone. Dat is wat je bijvoorbeeld zou gebruiken bij de inspectie van tanks bijvoorbeeld. Of van pijpleidingen. Ja. Waarbij als die drone dan tegen een rand aanknalt, dan kan die gewoon blijven verder vliegen. Ja. Waarbij dat, als je dat niet zou hebben, dan gaat die rotor kapot en dan stort dat ding neer. Ja. Voilà. Dus, maar dat is bijvoorbeeld in de bouw en dat is dan denk ik vandaag waar dat we in Vlaanderen het verste staan. Gebeurde er al eigenlijk heel wat dingen. Tweede industrie, waar dat heel veel potentieel in zit, is de land- en tuinbouw. Mm-hmm. Omdat er via drones heel gericht kan gescand worden naar, en ik heb ze hier opgesomd, het opsporen van ziektes binnen gewassen. Als je dat dan opgespoord hebt, kan je ook heel gericht gaan irrigeren of gaan besproeien. Waarbij dat je nu vaak
en masse dingen aan het doen bent, omdat je eigenlijk geen zicht hebt op wat er allemaal binnen die gewassen gebeurt. Ik weet dat er vroeger ook wel een aantal projecten met satellieten en zo gebeurden. Dat is dan ook wel heel duur op dat moment als je daarvan gebruik gaat moeten maken. Dus met die drones kan je eigenlijk heel snel in beeld brengen, met de juiste camera eronder natuurlijk, van oké, waar zitten hier de gebieden waar dat er bijvoorbeeld heel gericht moet gesproeid worden. Het voordeel daarvan is dat je, als je alleen maar op die gebieden gaat sproeien, dat je ook veel minder sproeistoffen gaat gebruiken. Dat is milieuvriendelijker enerzijds, dat is kostenbesparend anderzijds. En dat maakt eigenlijk dat je opbrengst op termijn van jouw gewassen ook veel beter gaat zijn, omdat je net heel gerichte ingrepen gaat doen op jouw akkers. Afschrikken van vogels hebben we het ook al over gehad. En dan die irrigatie hebben we net ook besproken. En ook weer mooi samengevat in een filmpje. Ja, dat is wat ik net ook zei, dat kan volledig met verschillende thermische beelden ook in kader gebracht worden. Waar is het heel nat, waar is het heel droog, enzovoort. Ik zit nu te denken aan de tuinbouw die momenteel zo wat aan het stoeien is met de vriestemperaturen die er ineens nog zijn. Zo, en waarbij men dan ook inspanningen doet om die bloesem te vrijwaren van de worst. Ja, met die droom misschien wat kunnen vaststellen van hier begint het erg te worden. En wat men dan ook soms doet, is daar gewoon water dan boven spuiten. Omdat blijkbaar die, een heel licht omhulseltje in een klein ijslaagje dan net die bloesem zou vrijwaren. Ja. Dat is een potentiële applicatie voor die drones, zoals je hier eigenlijk bijna geïllustreerd ziet. Enige nadeel is, en het begint natuurlijk een verhaal te worden dat regelmatig terugkomt, sproeien kan vandaag ook nog wettelijk gezien niet. Maar we zien in andere landen, zoals de States bijvoorbeeld, of zoals een paar andere landen wereldwijd, waar dat al wel kan. Ja. Waar dat er al heel veel mogelijk is in die landbouw. Dus dat komt er bij ons ook sowieso aan. Ja. En dan is het, dan zal het de vraag zijn van ja, welke landbouwers gaan daar de eerste op zijn, wie gaat daar de vruchten van plukken. Ja. En ik denk dat daar ook heel wat potentieel ligt. Ja, moeten we niet een beetje voortmaken dan met die wetgeving, want anders dan lopen we toch achter bij al die andere landen die dan eigenlijk al alle technologie ontwikkeld hebben. Ja, en we zien dat nu al. We zien dat nu al met de andere Europese landen. België was pas het 20e en voorlopig het laatste ook, Europese land dat met een wetgeving kwam rond drones. Dus dat wil zeggen dat er 19 andere landen al eerder mee bezig waren. Ik zeg niet daarom dat hun wetgeving per se beter is of flexibeler is, dat zeker niet. Maar je merkt al bijvoorbeeld in Frankrijk dat die drone-industrie al veel verder staat dan bij ons. En dat de bedrijven daar ook al een jaar of twee, drie voorsprong hebben opgebouwd ten opzichte van de bedrijven bij ons die aan het opstarten zijn, laten we daar duidelijk in zijn. Okay. Ik heb hier ook veiligheid en bewaking. Ik ga dit filmpje even skippen, omdat ik liever het volgende laat zien. Maar bij veiligheid en bewaking is eigenlijk ook een heel evidente sector voor drones. Ja, dat moet je voorstellen. Beeld je maar in, je hebt een groot bedrijventerrein en je zegt van ik wil daar een drone laten patrouilleren. Vandaag gebeurt dat klassiek door het mannetje dat rondloopt, eventueel met een hond of zo, die een heel terrein patrouilleert. En dat is dan de manier waarop jouw bedrijventerrein beveiligd wordt. Met security camera's die op vaste posities draaien en iemand die in een monitorruimte dat in de gaten houdt. Je zou dat efficiënter, zeker qua kosten, kunnen maken met een drone. Ja. Je kan een drone via GPS-coördinaten bepaalde patrouilles laten uitvoeren. Je kan zelfs drones vasthangen aan een kabel, waarbij dat je zegt van oké, die moet wel op een min of meer fixed positie gaan vliegen, maar redelijk hoog, zodat hij een veel breder beeld krijgt dan een klassieke camera. Maar dat bestaat ook een drone aan elkaar? Ja, absoluut. Ze noemen dat een tethered drone. Dat wordt zijn name natuurlijk. Waarbij dat je eigenlijk continu stroom kan voorzien aan die drone, ja, waardoor dat die ook permanent in de lucht kan blijven. Er is ook zo'n mooi voorbeeld, maar ik ga het zelfs ook nog in een filmpje laten zien. Een mooi voorbeeld van de E3-prijs in Harelbeke recent, waar dat een van onze leden zo'n drone de lucht heeft ingestuurd, zodat de politie eigenlijk alles in de gaten kon houden bewegen van massas van mensen in bepaalde richting, maar ook de koers enzovoort. Kon volledig gemonitord worden via zo'n drone, waar je eigenlijk niet hoeft aan te trekken dat die zonder stroom zou vallen. Ah, dat was er eentje dus die... Ja. Ik neem aan dat die drone niet
Paul, boven de renners mag zitten, die moeten dan een beetje van naam blijven. Nou, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk. Standaard mag je niet boven mensen vliegen, klopt. Maar je kan voor alles natuurlijk uitzonderingen aanvragen. En die moeten dan, gezien het veiligheidsrisico, wel of niet goedgekeurd worden. Natuurlijk, het ging hier over de politie. En zoals ik daar straks al zei. Die waren buiten de wet. Absoluut. Allee. Voor dat soort. Ja, absoluut. Absoluut. Zij kunnen dan bepaalde risico's volgens hun eigen goeddunken wel nemen. Voilà. Nu qua surveillance ga ik hier ook even het filmpje laten spelen, dan wordt het misschien al ineens heel wat duidelijker. Voilà, dat is eigenlijk het voorbeeld dat ik net gaf. Je wil misschien eventjes het filmpje laten zien, maar ja. Heb je nog een vraag? Ja, maar ik zal het anders even pauzeren en dan kan jij je vraag stellen. Ah, wel, Kevin, namens van jou Havo, die vroeg zich af in hoeverre we drones kunnen inzetten voor bewaking zonder de privacywetgeving in te gaan. Ja, dat is een zeer goede vraag. Kevin, ook een zeer goede voornaam trouwens. Wat privacy betreft is er ook heel wat in aandacht gegeven in die wetgeving. Daarom dat er ook zo weinig of zoveel beperkingen zijn momenteel. Hè. Als je met een recreatieve drone gaat vliegen bijvoorbeeld, dan zegt hij, je mag dat alleen boven privéterrein doen, dus in je eigen tuin of zo. Je mag ook niet hoger dan een bepaald aantal meters gaan, niet hoger dan 10 meter. Om net die privacy een beetje in de gaten te houden. Nu, als je kijkt naar beveiliging, ja. Dan ben je misschien op een industrieterrein. Ja, als je op een openbaar evenement bent, zoals een wielerwedstrijd bijvoorbeeld, dan weet je dat de politie daar monitoring doet. Ja. En voor een stukje, als je daar dan gefilmd wordt op een publiek evenement, ja. Dat gebeurt zo. Politie mag dat, hè. Voor een stuk, wat dat niet wegneemt, nee. Jij mag dat niet. Hè? Nee, maar ik neem aan dat de televisiestations mogen dat ook. Ja, tuurlijk. Maar dan weet je dat ook. Hè. Je weet als er ergens een televisiestation aanwezig is, dat je gefilmd kan worden. Ja. Nu, privacy is altijd een moeilijke wel. Hè. Je moet er altijd heel goed mee opletten en je mag ook niet zomaar alles doen. Ja, die mug van het begin van de presentatie, die heeft natuurlijk allerlei perspectieven. Laten we zeggen dat je dat, als stel je over zo'n mug zou beschikken, dat je die niet zomaar ergens mag loslaten en begint af te luisteren of te kijken. Een klassieke fotograaf, als die mensen in beeld brengt, heeft die ook toestemming nodig van die mensen om hen op zijn foto's te laten. Of dat dan altijd gedaan wordt of zo, dat is altijd een grijze zone. Maar in C is de privacywetgeving daarover redelijk duidelijk. Okay. Goed, we gaan het filmpje nog eens even laten afspelen. Dus dat is het voorbeeld dat ik net gaf over die tethered drone. Dat is het bedrijf Drone Matrix dat die in de lucht gestuurd heeft toen, in samenwerking met de politie. En dan zie je eigenlijk dat zij, ik mag het eigenlijk met die bewoording niet benoemen, maar een helikopterview krijgen van, maar met een drone dan. Ja. En de bediener zat gewoon achter een camera. Dus de piloot eigenlijk van die drone, die staat dan, die heeft het toestel in het zicht. Hè. Ja. Maar degene die de beelden bekijkt achter het scherm, kan altijd iemand anders, of is best iemand anders dan de piloot aan zich. Je ziet ook het feit van die automated drones for security, dat kan perfect. Hè. Zij kunnen facial recognition doen, zij kunnen gaan kijken van... een persoon gaan volgen, dus je kan een drone ook instellen die zegt deze persoon moet gevolgd worden en dat die dan volgt. Dus dat kan allemaal, technologisch gezien kan er heel, heel veel. En voor de security sector houdt dat ook weer in dat er heel wat mogelijkheden zijn qua kostenbesparing, qua efficiënter inzetten van mensen. Hè. Dus ja. En je ziet hier ook dat je heel duidelijk kan zien op deze beelden wat dat iemand aan het doen is, waar dat in zit enzovoort. Dan overheidsdiensten. Dan hebben we het eigenlijk voor een stuk over ambulancediensten, brandweer, politie enzovoort. Heel veel aspecten uit de voorgaande sector, de security sector, komen ook hierin terug. Maar denk bijvoorbeeld ook aan monitoring van verkeer. Als je gaat zeggen van oké, er is hier een ongeval gebeurd, zou je met een drone dat volledig kunnen in beeld brengen. En dan om veel sneller tot oplossingen te komen, om ook veel sneller het verkeer dat anders zou opstroppen, terug te laten rijden, omdat je een veel beter beeld krijgt van wat moeten we hier oplossen om het verkeer terug gaande te houden en toch het ongeval goed af te handelen. Ja. Opvolging van gijzelingen, manifestaties. In Limburg ook heel populair voor het opsporen van wietplantages. De politiezone van Genk is daar heel bedreven in. En bestrijden van brandhaarden bijvoorbeeld. Je hebt zometeen ga je dat ook zien in het filmpje, een blusdrone bijvoorbeeld, die heel snel wat bluswerk kan verrichten. Ik krijg hier nog een vraag binnen van Tim.
Wat met de laatste melding in verband met terroristische aanvallen met drones? Ja. Dat doet ons natuurlijk een klein beetje bewust. Ja, dat is zo. De laatste 2-3 terroristische aanslagen zijn natuurlijk gepleegd met een vrachtwagen. Dus om u maar te zeggen dat drones hebben een beetje het nadeel dat ze qua imago, of het voordeel dat ze qua imago heel erg in het oog springen. Het is een heel sexy onderwerp. Maar ja, hoge bomen vangen veel wind natuurlijk, of in dit geval hoge drones. En ja, ook als het over het negatieve gaat, komt een drone al wel eens slecht in het beeld. Drones worden nu eenmaal gebruikt, denk ik, in bepaalde oorlogsgebieden nu, om bommen af te gooien. Dat lees je in de krant, dat zie je in het nieuws. Het kan dat die vandaag ooit gebruikt worden voor een terroristische aanslag. Maar dan denk ik, is het aan ons om ervoor te zorgen dat we mee zijn met die technologie, dat we weten wat dat die kan, dat we weten hoe dat we die kunnen onderscheppen. Bijvoorbeeld wat je aanhaalt van de vrachtwagen, toont wel aan dat dat zelfs het meest obligate product in feite voor slechte dingen kan gebruiken. Ja. Ik heb hier nog een vraag binnen van Henry Maas. Of je misschien data hebt van het aantal bedrijven dat drone services aanbiedt, bedrijven die drones gebruiken. En weet je wat de economische waarde is op dit moment van het gebruik van drones in Vlaanderen? In Vlaanderen is dat nog heel moeilijk te zeggen, hè, omdat die industrie nog maar goed onder de wetgeving een jaar bezig is. Ja, dus we zijn nog volop bezig met het verzamelen van al die data. Oké. Okay. Goed. Ik zal het filmpje even laten afspelen en dan komen daar misschien nog wel meer dingen aan bod. Dus als je puur kijkt naar wat ik net zei, de blusdroom, dan kan je eerst inderdaad thermische beelden maken om te zien van waar zitten de brandhaarden, waar zit de kern. Je kan ook een drone, en dat is ook heel interessant, een drone in een gebouw binnensturen, die dan op zoek gaat naar overlevenden, naar slachtoffers die daar zitten. Omdat die onmiddellijk een hittebestendige drone zijn. Ja, absoluut, maar dat kan. En die kan dan gaan detecteren van waar zitten die mensen hier. En dan hoef je ook geen brandweerman binnen te sturen, die zijn leven waagt, die misschien eerst op de verkeerde plaatsen gaat zoeken. En daardoor te laat bij het slachtoffer komt. Zo kan je heel gericht, zoals je hier ook ziet, bijvoorbeeld mensen uit het water gaan halen. Die blusdrone heb je net ook gezien. Nogmaals, het is fantastisch wat je met drones kan. Allemaal, het begint bijna een verkoopspraatje te worden. Maar het is dan ook heel interessant dat bedrijven gaan kijken van oké, hoe kunnen we daar nu op inspelen. Die ambulance drone bijvoorbeeld is ook een hele leuke, dat je ergens ter plaatse komt, mensen in die ambulance drone steekt en dat die onmiddellijk, wat je vroeger een helikopter nodig had, bijna geautomatiseerd naar het ziekenhuis kan vliegen. Ze zijn ook wel van de omvang van een helikopter. Ja, op dat moment dan wel. Hè. Ja. Op dat moment dan wel. En hier zie je ook bijvoorbeeld een drone die dan traffic monitoring doet. Die gaat kijken hoe snel rijden die wagens, waar stropt het op, waar zitten de problemen. En zo kan je ook heel goed tot oplossingen komen eigenlijk. Search and rescue is daar ook een hele belangrijke in. Er is ook net een item geweest in het nieuws dat ze in de Grand Canyon voor het eerst drones aan het inzetten zijn om verloren geroepen wandelaars gaan terug te vinden. En mensen die al een tijdje verloren waren, die ze met helikopters gezocht hebben, die ze op alle mogelijke traditionele manieren proberen op te sporen hebben. En nu zijn ze een beetje vastgelopen en nu zijn ze drones aan het inzetten die heel dat gebied gaan scannen, thermisch in beeld gaan brengen, om die mensen sneller terug te vinden. Ja, ja, ja. Daar zijn ze momenteel mee bezig. Die drones hebben dus zelfs ten opzichte van helikopters nog voordelen. Ja, ze zijn goedkoper om de lucht in te sturen om te beginnen aan. Ja. In sommige gevallen, ze maken ook minder lawaai, zou in sommige gevallen ook een voordeel kunnen zijn. Ze zijn veel sneller de lucht in te brengen. Dus er zijn wel een aantal dingen die je als voordeel hebt ten opzichte van een helikopter, als je kijkt naar drones. Helikopters zijn vaak overkill voor dingen die je heel eenvoudig met een drone kan doen. Dat is economisch interessant om te worden. Ja, absoluut. Transport en logistiek, dat is de sector die het meest in de kijker springt. Denk maar aan de Amazon-pakjes die geleverd worden. Het is ook een moeilijke sector vandaag, omdat er ook weer daar qua wetgeving nog niet zoveel mogelijk is. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar magazijnen, voorraadpicking, verplaatsing, inventaris en dergelijke meer, is er wel heel wat mogelijk. Want, dat had ik nog niet gezegd, als je kijkt naar indoor met een drone van alles doen, er zijn geen beperkingen. De wetgeving telt alleen als je buiten vliegt. Dus als je binnen in een groot warenhuis van alles wil organiseren met een drone, dat kan vandaag. Daar zijn geen beperkingen op en daar kan je met die technologie je gaan uitleven, bij wijze van spreken. En eens kijken naar het filmpje. Dus wat ik net zei, de Amazon drone, er wordt wel heel intensief mee getest. Er zijn ook nog wel wat beperkingen. Hè. Die drone moet altijd op een zeer specifieke plaats kunnen landen. Maar zoals je hier ziet op deze visuele voorstelling,
voordeel van een drone ten opzichte van een delivery van is, die drone kan recht op zijn doel afvliegen. Totdat die delivery van die moet wat rondgaan. En dan zie je puur economisch gezien dat je minder uitstoot gaat hebben, dat je minder gaat verbruiken. Ja. En eigenlijk, UPS heeft daar ook nog een goede hybride oplossing voor gevonden. Is dat zij de beste van de twee werelden gaan combineren. Je hebt de delivery van die honderden kilo's aan pakjes meedraagt, wat die drone op zich niet kan. Mm-hmm. Maar die drone kan wel ergens een levering van één pakje gaan doen, terwijl die delivery van naar een andere richting rijdt. En dan ontmoeten die elkaar terug op een bepaalde plaats. En dat kan wel allemaal geautomatiseerd. Het ziet eruit alsof het al is. Wel, ja, in Amerika worden zo'n dingen getest. En in bepaalde gebieden worden zo'n dingen effectief getest en gebruikt. Alleen bij ons, want we hebben het nu over Vlaanderen, bestaan zo'n dingen nog niet. Nee. Maar zo'n hybride model zou eventueel wel een goede oplossing kunnen zijn om eigenlijk het beste van de twee werelden te hebben. Als je zegt van, goh, hier zou ik echt voor moeten omrijden om dat pakje wat ik hier op gezichtsafstand kan bezorgen te bezorgen. En dan kan die drone dat even doen en ondertussen rij je rustig verder en die drone en die van ontmoeten elkaar terug. Ja. Dus. Logistieke toepassingen in warehouses, dus die drones kunnen ook etiketten scannen. Kunnen bepaalde handelingen uitvoeren. Wat je hier ziet, zijn natuurlijk geen vliegende drones, maar het illustreert wel goed hoe dat ja, robots eigenlijk onafhankelijk van menselijke input pakjes kunnen sorteren. Dus beeld je in dat die allemaal zouden vliegen. Als je kijkt naar de toekomst, want er is natuurlijk heel veel science fiction ook, maar dat is leuk, want dat inspireert meestal tot innovaties. En heel veel science fiction verhalen van vroeger worden uiteindelijk wel waarheid, als je maar lang genoeg op die technologie doorgaat. En dan zie je dat zoals containers met een soort cargo-copter kunnen van plaats veranderd worden. In de haven zou dat gigantisch voordeel opleveren, omdat je niet meer met die vaste installaties zit die een container kunnen heffen en zeer beperkt naar een bepaalde locatie kunnen verplaatsen. Voilà. Volgende industrie is de evenementensector. Ik denk dat dat momenteel ook wel een sector is waar dat heel veel gebeurt, waar daarvoor de wetgeving ook al heel veel in gebeurde. Hè. Je moet er maar eens op letten vandaag op de televisie, is dat je heel veel droombeelden ziet. Hè. Het reisprogramma van Tom Waas bijvoorbeeld en nog andere. Let er gewoon eens op, je gaat merken dat heel veel beelden eigenlijk strikt genomen alleen maar met een drone konden genomen worden. Dus dat wordt heel veel gedaan. We moeten gewoon altijd goed opletten dat we binnen die industrie ons goed houden aan de wetgeving. Maar daar is er ook heel veel mogelijk. En mits de juiste toestemming kan je prachtige beelden maken van sportevenementen, van concerten, noem maar op. Denk maar aan bijvoorbeeld ook Cirque du Soleil, die prachtige vertoningen doet met drones, die dan als een swarm eigenlijk met elkaar communiceren. Dat is ook een bepaalde technologie die detecteert waar dat een drone zich ten opzichte van een andere drone van een persoon bevindt. En dan gebaseerd op bepaalde handelingen een bepaalde show dan te berde kunnen brengen. Dus dat is ook heel, heel knap. In de entertainmentwereld is er heel wat mogelijk. Dat we ook weer kunnen illustreren. Iemand die een belangrijke zorg heeft. Ik zal eerst even kijken. Als je hier kijkt, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n lichtshow met drones. Dus die kan je perfect op elkaar afstemmen. Dat die drones ook reageren op elkaar, dat die reageren eventueel op input van bewegingen van de gebruikers die er rond staan. Dit is dan wat meer drone racing dan, ook een heel interessant gegeven. Dit weekend is er trouwens op Droneport, voor diegenen die geïnteresseerd zouden zijn, op Droneport het evenement Drone Portal, waar je eens kan gaan kijken naar drone racing, heel boeiend. Dit is het gegeven wat dat ik net vertelde van die mens. Die drones reageren eigenlijk op zijn bewegingen. Dat is een soort swarm-technologie, waarbij dat die drones zich voor een stuk bewust zijn van waar zitten andere drones en hoe moeten die reageren ten opzichte van elkaar, dat niet gaan botsen enzovoort. Dus, en is dit van Cirque du Soleil? Ik dacht het wel, ja. Maar dit is, ik vind dat prachtige voorbeelden. Ja. Hier zie je dan ook weer iets laagdrempeliger dan dat je met kleine drones wel wat leuke parcours kan afvliegen. En voor wie dat is in actie wil zien, zou ik echt eens zeggen van ga eens naar zo'n drone race. Evenement, want dat is echt een beleving. Zeker als je kleine kinderen hebt, die vinden dat fantastisch. Ja. Goed, dat waren eigenlijk alle toepassingen. Even snel doorgefietst. Ik heb nog een vraag van Cathy, die vraagt zich af of als we dan alles door de lucht doen, dat dan de file niet ineens gewoon wordt verplaatst naar de lucht. Ja,
Wel ja, goh, dat is een mogelijk doemscenario natuurlijk. Hè, ja, zeg maar. Nu heb je daar wel meerdere etages in de lucht. Voilà, dat is één. En het is ook, je moet pas dingen met drones gaan doen in de lucht als het zinvol is om dat te doen. En dat is altijd de vraag die je moet stellen. Heb je een efficiëntiewinst? Heeft het een nut om dat op die manier te doen? Ja, dan ga je merken dat dat een positief effect heeft. Nu, de files oplossen is niet alleen een kwestie van drones, er hangt veel meer aan dan alleen dat. Goed, okay. Ik wil eens even kort nog de markt belichten. Ik heb een aantal slides met een aantal cijfers op. Daarop gaan er heel snel door. Ja, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. We zijn 2 minuutjes over het uur. Ja, dus we gaan er heel kort nog doorgaan. Ik denk dat we het belangrijkste wel gehad hebben. Wat ik ook al gezegd heb, je ziet, je hebt civilian drone use en je hebt military drone use, waarbij de blauwe balk hier het militaire gebruikt. Ja. Dus dat is nog altijd de grootste markt. Dat zal nog een tijdje de grootste markt blijven. Maar de commercieel gebruik van drones is duidelijk wereldwijd en zeker in Vlaanderen on the rise. Ook de investeringen in hardware, ik ga er heel snel over. Ja. Stijgen alleen maar. Dus dat zijn forecasts die gemaakt worden door verschillende bronnen en zo. Ja. En de trend is overal hetzelfde. Het is aan het stijgen. Het geeft niet een exact antwoord op de vraag van Henry over de situatie in Vlaanderen, maar dan toch alvast ja. over de situatie maar in de wereld. Om je een idee te geven, als je het Europees bekijkt, als Europa is in totaal hier, ik weet nu niet hoeveel procent dat exact is, het is een tiental procent, wat dat de volledige industrie is wereldwijd, zit in Europa. Ja, dan weet je dat Vlaanderen daar momenteel maar een klein deel van uitmaakt. Hè. Naast Amerika, prominent China en Israël. Ja, nu dat is ook zo. Hè. China bijvoorbeeld, een van de grootste fabrikanten van drones ter wereld, DJI, zit in China. Hè. Mm-hmm. Israël is ook heel sterk vertegenwoordigd in militaire toepassingen van onbewapende drones. Ja. Dus je moet zien, ja, dat zijn landen die investeren en vaak hangt daar een militair kantje aan, zoals in het geval van Israël. In China gaat dat ook al meer naar de commerciële toepassing. Maar Europa heeft nog veel, als geheel, nog wel een grote inhaalbeweging te doen. Maar daar zijn we aan bezig. Vooral dat is wat ik net zei van die militaire drones, dan zie je dat Israël er hier bovenuit schiet. Maar dat gaat voor alle duidelijkheid over de onbewapende drones. Nee. Als je kijkt naar de bewapende drones, dan zijn er steeds nummer 1. Maar ook de consumentendrones, hè, als je het hebt over die speelgoeddroontjes of die drones die je bij Xenawa Mediamarkt of bij Dreamland kan kopen, ja, dan is dat aan het boomen en dat zal alleen nog maar sterker worden de volgende jaren. De eindgebruikers zitten in heel veel verschillende sectoren. We hebben er een aantal aangehaald, ook in de toepassingen, maar je kan het zo gek niet bedenken of je kan wel een drone toepassing vinden in elke industrie. Het aantal drones verkocht per jaar gaat ook heel sterk omhoog. Hier zie je ook een aantal de 3 grootste bouwers van drones. Okay. En dan ook werkgelegenheid, hè? Ook een hele belangrijke. Want wat vaak aangehaald wordt bij drones is van ja, als alles geautomatiseerd wordt, dan hebben we morgen allemaal geen baan meer. Maar eigenlijk veel studies wijzen uit, dat is gemakkelijk gezegd ook, hè, veel studies wijzen uit, dat bij automatisatie net vaak jobs gecreëerd worden. Ja, andere jobs, akkoord. Maar dat gaat hier ook het geval zijn. Hè. Je hebt piloten nodig, cameramannen, techniekers, veiligheidsexpert, juristen, ook heel belangrijk. Dus er gaat wel wat werkgelegenheid gecreëerd worden ook binnen die drone-industrie. Ook nog heel even kort op de wetgeving fietsen. Ja, de wetgeving moet rekening houden met heel veel zaken. Privacy, zoals we daarnet al gezegd hebben, luchtwaardigheid, Elke drone moet ook gekeurd worden, net zoals een auto ook gekeurd wordt. En je kan het eigenlijk perfect vergelijken met een wagen, alleen dat die vliegt. Ja. Dus er moet een keuringsbewijs en er moet een rijbewijs zijn enzovoort. Er moet met veiligheidsaspecten rekening gehouden worden. Is net zo voor een drone. Ja. Wetgeving is heel duidelijk opgesplitst in alles zwaarder dan 150 kilogram, dat is Europees. Alles lichter dan 150 kilogram is nationaal. Als je mij de vraag oproept, als je dan 149 kilo weegt, dan mag je wel op mijn hoofd vallen. Ze mogen sowieso best nooit op je hoofd vallen, nee. Bas. Nu, net omdat die toestellen ook qua veiligheid en zo gekeurd moeten worden, dat is dan ook weer die garantie dat die drone ook in de lucht blijft. Hè. Mm. Voor bepaalde vluchten wordt ook vereist dat je bijvoorbeeld 6 of 8 rotoren hebt, wat dan maakt als er eens één van die rotoren uitvalt, dat ding toch nog in de lucht blijft, of op zijn minst nog veilig kan landen. Nee.
Hier heb je ook een kleine samenvatting in één visuele weergave van de wetgeving. Je hebt dan enerzijds het recreatieve gebruik. Dat wil zeggen, iedereen kan met een recreatieve drone vliegen. Maximum 10 meter hoog. Altijd op privéterrein, of met toestemming op privéterrein. En dan mag je redelijk wat. Binnen mag je sowieso alles. Dan heb je klasse 2 en klasse 1, waar het verschil is dat klasse 1 alleen maar mag gebruikt worden voor de hoge risicovlucht. Dus als je boven mensen vliegt, of als je in een bepaalde zone vliegt waar dat gevaarlijk, potentieel gevaarlijk vliegen is. In Vlaanderen kan je bijna zeggen dat in C bijna alles een hoge risicovlucht is. Hè? Want, ja, dan moet je meer dan 18 jaar zijn ook. Ja, je moet 18 jaar zijn, absoluut. Ja. Ja. Voor die klasse 1 vluchten alleszins. Ja, je moet je maar eens inbeelden hè, hoe moeilijk dat het is in Vlaanderen om ergens te vliegen waar je niet boven een bebouwde kom of niet boven mensen vliegt. Lastig verhaal. Dus, voilà. Maar lastig verhaal enerzijds, ja, maar anderzijds ook, de wet is duidelijk en mits de nodige ondernemerszin, kan je heel wat dingen doen vandaag al binnen de huidige wetgeving, ook, zoals we ook gezien hebben in de verschillende filmpjes. Okay. En dan, ja, dit is ook nog een leuke kaart om mee te geven en dan sluit ik ook meteen af. Ja, dan kom ik nog met één vraag dadelijk van Kevin. Maar misschien dat je eerst even dit plaatje nog wat krijgt. Ja, heel kort. Dit zijn de zones eigenlijk die, wat dat we noemen, gecontroleerde luchtruim zijn. Dus beeld je in de luchthaven in Oostende, de luchthaven in Antwerpen, in Brussel, Leopoldsburg, alleen maar op. Hè. Dat zijn allemaal. Zijn we zoveel luchthavens aan. Ja, dat is gek, hè. Mm. En dan zie je eigenlijk dat het heel moeilijk is om zonder extra toestemmingen te gaan vliegen. Maar er zijn wel wat ruimtes. Hè. In Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld is er heel veel mogelijk. In Limburg heb je ook een voormalige militaire luchtruim in Brustum, de voormalige militaire luchtbasis daar, die volledig opengesteld is nu voor dronegebruik, voor het testen van drones. Droneport heet dat dan. Nu, je moet nog altijd wel even toestemming vragen om daar te vliegen, uiteraard. Maar daar is qua testing heel veel mogelijk, wat op andere plaatsen moeilijker zou zijn om een vergunning voor te krijgen. Zeg maar. Misschien gewoon, ik ga de vraag van Kevin stellen. Ja? Die vroeg zich af of er naast drones ook nog toebehoren onderdelen, ongetwijfeld worden die verkocht, maar welke het vaakst worden verkocht? Zijn daar cijfers van bekend of wat? En je bedoelt dan camera's of sensoren of wat dan ook? Goh, ook vandaag, er zijn wel wat distributeurs en ook daar kunnen we eventueel wel een lijstje van doorsturen, die daar wellicht individueel voor hun verkoop een zicht op hebben, maar globale cijfers hebben we daar vandaag nog niet van. Oké. Okay. Voilà. Dat was zo'n beetje mijn verhaal wat betreft drones. Ik hoop dat iedereen die geluisterd heeft er iets aan gehad heeft. Ik vond het alvast zeer interessant. Rest mij nog de luisteraars te bedanken. Wat wij gaan doen is dat wij gaan een mail nog naar jullie sturen. Daarin zul je de presentatie van Kevin terugvinden, samen met een enquête die wij meegeven. Die bestaat uit een paar vragen en jullie helpen ons enorm door die ook te beantwoorden. Ik krijg nog een mededeling van Tim Willems voor de meer specialisten onder ons. Toelichten dat de lipo-batterijen gevaarlijk zijn. Ja, batterijen zijn per definitie gevaarlijk. Allee, er zijn niet echt veilige batterijen. Okay. Ik wil zeggen in het algemeen, niet specifiek voor drones, maar batterijen aan zich hebben altijd wel een denk maar aan de vele iPhones of Samsung-apparaten die wel eens ontploffen. Je vindt daar ontelbare video's van terug. Maar ook daar weer, de batterijen die in drones gebruikt worden, zijn allemaal gecontroleerd en gecertificeerd en noem maar op. Gaan door de strengste veiligheidscontroles. Dus in principe. We moeten het gewoon doen. Ja, voilà. Denk het ook. We gaan daarmee afsluiten. Dank jullie wel.